Papa, mama, mama, rustig, papa. Ahmed El Mesri is in 1957 geboren in Tetouan te Marokko. Hij groeide op in een stedelijk middenklasse gezin met 7 kinderen. Zijn moeder was vroedvrouw en verzorgde stervensbegeleiding. Zijn vader dreef handel in de Spaanse enclave Ceuta. Ahmed ging vaak met hem mee en zag daarvan alles op de televisie. Zijn vader hielp ook mensen en was tevens imam. Maar met dat laatste deed hij niets. Zijn beide ouders waren open en liberaal. Ze waren als doorsnee moslims gelovig. In hun omgeving droegen vrouwen geen sluiers en gaven mannen gewoon een hand. Toen Ahmed 16 jaar oud was, vond hij zichzelf volwassen genoeg om de wereld te gaan verkennen. Zijn ouders waren het daar niet mee eens. Maar met zijn avontuurlijke, leergierige aard richtte hij de blik op het Europese vasteland en vertrok hij. Via Spanje, Frankrijk en België kwam hij uiteindelijk midden jaren 70 terecht in Amsterdam. Oorspronkelijk was hij niet van plan om te blijven en hij maakte dan ook reizen naar andere landen, zoals de Verenigde Staten, maar ook Duitsland, Scandinavië en Engeland. Desondanks bleef hij terugkomen in Nederland. Eigenlijk was ik meteen verliefd op Nederland. Ik zag een land in bloei, waar mensen in harmonie met elkaar konden leven. De Nederlandse mentaliteit, gebaseerd op het humanisme, sprak mij zeer aan. Voor iedereen een plek, voor iedereen wordt gezorgd, zodat men zich kon ontwikkelen. In de winter van 1978 raakte hij als passagier op de dijk naar Lelystad betrokken bij een auto-ongeluk. Hij liep daarbij een dwarslesie op. Dat ongeval is 25 jaar geleden gebeurd. Nou, dat was een ramp. Mijn plannen zijn eigenlijk gekelderd naar nul of min nul. Dus mijn familie waren heel ver weg. Ik was een heel jong. Dus ik moest eigenlijk nog starten met mijn leven. Ik dacht, wat moet ik teruggaan of hier blijven? Dus ik heb dagen, weken, maanden, misschien jaren ook eigenlijk gedopt. En opeens kwam ik gewoon tot de ontdekking dat ik hier in Nederland moet blijven om ook iets te doen aan mensen met beperking, eigenlijk mijn lotgenoten.
oude tijd. Ik gooi het in de groep. Maar hij zou het voorhistorisch apparaat staan, maar dat is nog van het tijdperk van de DOS. Hij kwam in de WHO terecht, maar desondanks ging hij zo snel mogelijk weer aan de slag. Wat is traag? Wat ga je doen? Ik ging studeren in het meer dan 15 jaar bij de RIA gewerkt als sociaal medisch adviseur en tolk. Ik ging ook weer reizen en stichtte een gezin. Ik heb gevochten om te bewijzen dat ik in staat was grenzen te verleggen. Voordat ik dat ongeluk kreeg, stond ik op het punt terug te gaan naar Marokko. Maar na de revalidatie wist ik dat ik altijd hier zou blijven. En nu voel ik me meer Nederlander dan Marokkaan. Mijn toekomst was hier in Nederland. Na 10 jaar leven in Nederland was Ahmed zo vergroeid met dit land en zijn burgers dat hij zich nauwelijks kon voorstellen dat hij ooit ergens anders had gewoond. Hij vond werk, leerde de Nederlandse taal en begaf zich in het sociaal-culturele leven. Hij ging naar de sociale academie en volgde daar verschillende sociaal-culturele cursussen. Hij werd lid van diverse verenigingen waarin hij bestuursfuncties bekleedde. Kort hierop werd Ahmed benaderd om als sociaal-medisch tolk te werken. Dit heeft hij 15 jaar lang gedaan. Wat Ahmed El-Mesri hiermee vooral wilde bereiken was een plek creëren waar mensen zich gezien en gehoord voelen, waar hen de mogelijkheid werd geboden de Nederlandse taal te leren, andere mensen te ontmoeten, mogelijk mee te helpen als vrijwilliger en mee te doen aan het voeren van een debat of discussie en sport. Dit was gebaseerd op multicultureel openstaan voor iedereen. In 1991 richtte Ahmed As-Sadaqa op, een vereniging voor multiculturele vriendschap. As-Sadaqa is een organisatie die komt voor migranten en niet-migranten, mensen met beperking en zonder beperking, althans zichtbaar en onzichtbaar beperking. As-Sadaqa probeert verschillende mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen. As-Sadaqa is multicultureel. Wij hebben te maken met heel veel nationaliteiten, religies, seksen. De naam stamt van een Arabisch woord. En als je dat vertaalt, dan kun je gewoon vertalen met vriendschap, eenheid, solidariteit. Wij proberen binnen As-Sadaqa mensen bewuster te maken. Mensen die moeten integreren, participeren binnen deze samenleving. In het ledenbestand van As-Sadaqa komen 70 verschillende nationaliteiten voor en mensen komen zelfs van buiten de stad. Zowel allochtonen als autochtonen geven of krijgen les. Bij As-Sadaqa krijgen ze de mogelijkheid om Nederlands te leren en om andere mensen te ontmoeten, om advies te krijgen en om in debat te gaan. In totaal zijn er 150 vrijwilligers actief om mensen te helpen. Vaak worden hulpvragers na verloop van tijd zelf als vrijwilliger hulpbieder binnen de vereniging.
Ze doen veel activiteiten, zoals discussiegroepen, juridisch advies, overleg, algemeen en WMO, Arabische lessen, incidentele feesten, Nederlandse lessen en cultuurlessen. Asadaka Community voert in samenwerking met andere organisaties een aantal van deze activiteiten uit. En dan gebruiken wij gewoon veel ingrediënten. Wij geven zowel een Nederlands les. Wij draaien ook spreekuren. Als deze mensen problemen hebben, dan helpen wij ze ook. Naast dat organiseren wij veel bijeenkomsten. Jaarlijks organiseren wij meer dan 100 bijeenkomsten. En die bijeenkomsten gaan allemaal over taboes. Dus wij weten dat veel migranten eigenlijk om naar de wc te gaan, dan durft men gewoon niet duidelijk te zeggen. Dus de taboes in verschillende lagen. Dus ik zeg altijd, ik hou van taboes. Dus het is nodig om deze mensen bewuster te maken dat zij juist over die drempel heen. Sinds haar oprichting in 1991 geeft Vereniging Asadaka Nederlandse taalles aan migranten in de Amsterdamse stadsdelen Zeeburg en Oost. Om de kwaliteit van de taalles van Asadaka te waarborgen, heeft de vereniging hiervoor een speciale afdeling, namelijk de taalwinkel. De taalwinkel geeft onder andere steun aan ouders van kinderen met taalproblemen op school. Ook cursisten die op de wachtlijst staan voor het reguliere onderwijs kunnen alvast les krijgen bij taalwinkel Asadaka. Mochten personen om wat voor reden dan ook, gebrek aan scholing, geen verblijfsvergunning of iets dergelijks, niet in aanmerking komen voor het reguliere onderwijs, dan biedt taalwinkel Asadaka uitkomst. Het doel van Asadaka is uiteindelijk dat mensen elkaar beter leren begrijpen en beter met elkaar omgaan. Op buurt- en op stadsniveau. Maar er ligt ook een taak om mensen te helpen emanciperen en te integreren met behoud van hun eigenheid. Participeren is het niet makkelijk. Vooral als je de taal niet machtig bent. In participeren begint ook met de taal van het land waar je ook zich bevindt. Wij geven Nederlandse taal ongeveer 25 jaar lang. Vanaf de oprichting van deze organisatie.